bij de tweede uitzending van de Bal is rond. Nou, we hebben een perfecte start gehad. Drie V's aan de leiding. Volharding 1, jawel. Volendam 2 en VVOG. Hoe verrassend op een derde plaats. We gaan beginnen zo dadelijk met het 4 tegen 4. De lijstaanvoerder bijt het spits af in deze uitzending. En zij gaan het opnemen tegen Flavor Boys. Margriet. De Flavor Boys uit de polder. En hij is weer heel mooi, de mascotte Toon. En door wie is hij precies ingezet? Nou, deze mascotte zit door de Volharding uit Vierlingsbeek. En als ze dus winnen, dan krijgen ze die 10 zo fantastische bonuspunten. Die 10 bonuspunten kan de ploeg van Volharding goed gebruiken bij dit onderdeel. 4 tegen 4, een heel attractief onderdeel door de KNVB jaren geleden geïntroduceerd. En dat blijkt de positieve kanten van het voetbal alleen maar ten goede te komen. Vooral als er hier gescoord wordt door Christian Michels bijvoorbeeld. Heel snel krijgt hij een vrije trap van achteruit aangespeeld. En dan is ook de verdediger Bert-Erik Dijkstra van Flevo Boys te laat. En scoort dus Volharding 1 tegen 0. Dat gebeurde door Christian Michels. En die scoort even later ook 2 tegen 0. Een doelpunt wat wij helaas niet aan u kunnen tonen. Dat ging zo verschrikkelijk snel. Maar dat betekent wel natuurlijk dat Volharding heel goed uit die startblokken is gekomen in de wedstrijd. 2-0 voor staat. Dijkstra kan er niet goed uitbreiden. En dan is het Patrick van Wel die een kans krijgt. Maar die bal gaat naast. En dat resteert natuurlijk de ploeg van Volharding niet meer dan de bal via de trap in het spel te mogen brengen. Flevo Boys op een 2-0 achterstand dus. En dan is het logisch dat je de aanval op gaat zoeken. Erik Dijkstra gaat uiteindelijk een keer mee naar voren. En ziet dan dat die aanval voorlopig gestuurd wordt. Hugo Waardhuizen gaat dan de bal breed leggen. En die probeert dan een medespeler te vinden. Dat lukt via de voet van de tegenstander. En Erik Dijkstra is weer terug. Maar deze paas van Dijkstra is niet zo goed. En dan is het Christian Michels wederom. De man die dus al 2 maal gescoord heeft. Die dacht iets moois te kunnen gaan doen. Maar dat moois dat gebeurt uiteindelijk via Hugo Waardhuizen. En die speelt toch mooi voor de tegenstanders. Oftewel Flevo Boys. Zij komen terug. Schitterend gebaar trouwens van die Waardhuizen. 1 tegen 2. En dan dit. Wat een blunder achterin daar van Christian Michels. En dan is wederom Hugo Waardhuizen die zegt dankjewel. Nou, het gebaar had hij net al geoefend bij zijn eerste doelpunt. De spanning is ook weer terug in de wedstrijd. 2 tegen 2 is de tussenstand. Flevo Boys heeft dan natuurlijk de smaak te pakken. Ze weten nu onderhand hoe er uitverdedigd wordt bij Volharding. En denken daar natuurlijk van te kunnen gaan profiteren. Maar dan is het aan de andere kant, zoals wel vaker in het voetbal, Rob Segers, die zo vrij als een vogel te staat. Buitenspel, dat bestaat niet bij het 4 tegen 4 voetbal. En ik ben daar een heel erg voorstander van. Het komt de attractiviteit alleen maar ten goede. Rob Segers zal het daar ongetwijfeld mee eens zijn, want hij scoort 2 tegen 3. En dan, ja, wat gaat er dan gebeuren? De Flevo Boys willen natuurlijk nog wel iets doen aan die achterstand. Het is wederom Erik Dijkstra die de bal daar in het spel brengt. En er wordt daar geklungeld achterin, zoals ze nu toch onderhand wel gewend zijn van Volharding. Maar Flevo Boys weten daar ditmaal niet van te profiteren. Uit te draaien probeert dan Hugo Waardhuizen nogmaals. Maar die schiet de bal slechts naast. En dan zijn we bijna tot aan de rust gevorderd als een van de laatste aanvallen van Volharding hier heel mooi gescoord wordt door Rob Segers. Het is eigenlijk geen aanval, het is een achterbal. En de regel is dat de bal er niet in eenmaal in het doel mag rollen vanuit de achterbal. Dus hij moet aangeraakt worden. En met een schitterende slijding doet Rob Segers dat. Heel mooi doelpunt. En daardoor wordt die ruststand bij Flevo Boys tegen Volharding 2 tegen 4. Dan zijn daar natuurlijk behalve de toejuichingen vanuit het publiek de gebruikelijke aanwijzingen van de coach. En de coach van Volharding, nou, die heeft wat te moppen denk ik op zijn verdediging, maar kan tevreden zijn met de afwerking voorin. En Flevo Boys, wel, als ze maar niet op die dames letten, maar op de bal, dan zal het ook daar misschien wel weer goed meekomen. Ze gaan in ieder geval fel van Akiet. En met name dan Volharding, Joris van der Weeg probeerde daar aan de linkerkant iets te doen, maar dat lukte hem niet. En dit is zijn collega aanvaller, de man die al verantwoordelijk was voor 2 doelpunten, Christian Michels. Maar ook hij weet met deze actie in ieder geval niet het vijandelijke net te vinden. Nu dan misschien, als er dan ruimte is. Kijk eens, 3 man tegen 1. Daar moet er van geprofiteerd worden. En er wordt ook van geprofiteerd. Christian Michels tikt die bal heel beheerst in het voorbereidende werk. Dat was natuurlijk uitstekend. En op maat van Rob Segers, die voorzet. Daar hoef je alleen maar je pantoffel tegen aan te zetten. En dat betekent 2 tegen 5. Heel mooi en heel vrij gescoord daardoor Volharding. Volharding, dat dan de bets strijd een beetje gaat beheersen. Af en toe ook, zoals dat zo fraai heet, gaat temporiseren. En hier mooi op 2 tegen 6 komt. Het laat Flevo Boys komen. En scoort hier dan weer via Christian Michels. Zijn 4e treffer in deze wedstrijd vanaf de middenlijn. 2 tegen 6. En dan gaat het doelpunt tussen Verstijn alleen maar door, zou je zo zeggen. Hier is dan nog de kans en de aanval via Joris van der Weeg. Joris van der Weeg die dan wederom een bal voorzet. Minder succesvol dan net, maar dan wordt die bal niet goed uitverdedigd. Het is in die slotfase allemaal wat chaotischer. En dat komt ook weer de attractiviteit alleen maar ten goede.
conditie of niet. De doelpunten, dat wil het publiek natuurlijk zien. En dat krijgen ze zeker in deze wedstrijd te zien. Kijk eens hoe Christian Michels alle tijd heeft om die bal aan te nemen op het middenveld. En dan is het Rob Severs die scoort. En die brengt daarmee de stand op 2-7. En dat betekent dat voor Harding de mascotte optimaal verzilvert. Hey, het was hartstikke spannend, hè? Ja. Ja, we kwamen op een gegeven moment op 2-2, meen ik. Ja, toen ging het weer goed. We zaten achter even niet op te laten. Maar toen ging het wel weer goed. Hoeveel goals heb je gemaakt? Ja, dat weet ik niet. Volgens mij wel een stuk of 2. Weet je hoeveel het geworden is? 7-2, dacht ik. Heel goed. Jullie hebben met 7-2 gewonnen. En jullie krijgen natuurlijk bonuspunten. Ja, ingezet. Want jullie hebben de mascotte ingezet. En wij zijn heel benieuwd wat dat gaat betekenen voor het klassement. Dat betekent dat Volharding 42 punten aan het totaal toevoegt. En dus op kop komt met 92. Flavor Boys op 19 nu. We gaan verder met de voetbalquiz. Het team van Berghuizen. Dag dames. Ons damesteam gaat de voetbalquiz spelen. En dat gaan ze doen tegen VVOG. En VVOG... Oh. En VVOG staat hoog in het klassement voordat we van start gaan. Berghuizen zet de mascotte in. Die geven ze aan Toon. Attentie. En mag ik alsjeblieft even stilte. Er komt een foto. Welke speler... Dit is hem. Welke speler uit het Nederlands elftal is dit? Is dit A, Jan Wouters? Of B, Adrie van Tichelen? A of B? Ga je gang. En het is Adrie van Tichelen. Dat betekent een score, als ik het goed heb, voor Berghuizen. Dat klopt, chief. Uitstekend, we gaan door. Oké, luister goed. Op 5 juni 1991 werd het EK-kwalificatieduel tussen Finland en Nederland gespeeld. Was het A 1-1 of B 1-0? Ga je gang. Ja, het was 1-1... Dat betekent dus A, en dat houdt in dat ook VVOG nu een balletje in de koker heeft, Toon. En we staan dus gelijk. Het gaat goed. We gaan door. Jongens, kijk even naar de monitor. Daar komt het. Dit is een illustratie. De scheidsrechter loopt met zijn scheidsrechtersfluitje in de mond en moet hoesten. Ja, kan gebeuren. Per ongeluk fluit hij hierdoor. De spelers stoppen onmiddellijk en kijken hem verbaasd aan. Wat moet de scheidsrechter nu doen? Je hebt het begrepen waar het om gaat, hè? Is het A, hij geeft de ploeg die in balbezit was een vrije trap? Of B, het spel laten hervatten door een scheidsrechtersbal? A of B, ga je gang. 100% volle bak, want het goede antwoord was niet A, maar uiteraard B. Alle tweede teams, jawel, gescoord. Oké, hier komt onze beeldvraag. Als de spelers bij het opstellen van een muurtje niet de juiste afstand nemen, ook niet na een tweede waarschuwing... Wat zal de scheidsrechter beslissen? A. Het spel niet laten beginnen voordat de muur op de juiste afstand staat. Of B. De meest linksstaande speler, gezien vanaf de positie in de muur, een waarschuwing geven. Is het duidelijk? Dan gaan we dus A of B. Ja, ze wisten het alle twee, absoluut. Maar slechts één score telde, als ik het goed heb gezien. VVOG, geweldig. Oké, de volgende. Hele moeilijke vraag, daar komt-ie. Hoeveel vlaggen mogen er op een voetbalveld staan? A, 4 of B, 6? Alle twee goed, het was B. Dat betekent dus, even kijken, ja, opnieuw een score voor bij de teams. We gaan weer eventjes de huiskamervraag doen, hè. Even ons rustmomentje en daarna komt het computerspel. De prijswinnaars van de huiskamervraag van vorige week zijn Dikkie Koppelaar uit Giessenburg. En hij schreef de tekst, die bal staat me vierkant tegen. En hij wint met het hele gezin een verzorgd weekend in een bungalowdorp in Harderwijk. En daarbij een heerlijk diner in een restaurant in Hulshorst. De tweede prijs gaat naar Er de Vries uit Hoogvliet met de tekst, heb jij een pomp bij je, want een bal is rond. En hij of zij wint een badlaken van het Nederlands elftal en zo'n schitterende badjas. De derde prijs die gaat naar Sjoerd Logger uit Woerden met de tekst... Jij mag nooit meer hoekschoppen nemen. En Sjoerd die wint zo'n hele mooie sporttas. Alle andere inzenders die dingen mee naar een van de prachtige voetbalspelregelboeken... uitgebracht door de KNVB. Een exemplaar voor liefhebbers.
De uitslag daarvan die zien jullie in de 9e uitzending van De Bal is Rond. En dan nu door naar de huiskamervraag van deze week. Hier zien jullie opnieuw de cartoon. Nou, dat is een scheidsrechter met een kaart in zijn hand. Die is niet echt blij. Heeft een discussie met een hondje. En de bal is lek. Nou, ik denk voor de creatieve geesten liggen daar verschrikkelijk veel mogelijkheden om leuke, interessante teksten te maken. En stuur die dan weer op naar de KNVB. De attentie van De Bal is Rond. Postbus 515 3700 AM in Zeist. Berghuizen en VVOG. Ze hebben er keihard voor getraind, dus dit zou heel aardig kunnen worden. 45 seconden de tijd. In het wit is het Berghuizen en in het rood is het VVOG. Wat mij betreft kunnen jullie op het fluitsignaal 45 seconden gaan spelen. Daar komt-ie. Nou, eens even kijken hoe dat gaat. Berghuizen gaat in de aanval. Nou, dat is een aardige crash, zou je haast zeggen. Maar waar is die bal? De bal gaat naar voren. En VVOG is sterk in de verdediging. Terwijl hier dan een schot. Maar opnieuw is het de doelman die daar zijn mannetje staat. En de verdediging van VVOG doet het uitstekend. Nou, het is een soort terugspeelbal. Maar dan in de aanval. We blijven een beetje schieten. Als een, ik zou bijna willen zeggen als een kip zonder kop. Want die keeper blijft er gewoon staan. En als je maar in dezelfde hoek blijft schieten, dan heeft het... Ja, een doelpunt! Een doelpunt voor Berghuizen. Hoe lang hebben we nog? Want de tijd gaat verder. 1-0 dus voor Berghuizen in die wedstrijd tegenover VVOG. Nog 5 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. En het zit erop. Nou, dat was perfect zeg. 1-0 dus voor Berghuizen. Je kan wel zien dat ze er hartstikke goed op getraind heeft. De stand was 4-3 als ik de balletjes stelt. Wij gaan kijken naar het algemeen klassement. En Berghuizen weet de mascotte dus niet optimaal te verzilveren, want een gelijkspel betekent geen bonuspunten. Beide ploegen, 20 punten, VVOG nu tweede plaats. Ga maar door, niet meteen je armen strekken, dus goed. Ja, niet te hoog op, netjes. Strek je rug, rustig aan. Oké, okay, oefening voor de rechte buikspieren. Ik loop even weg, oké? Ja, ja. Dametje van Berghuizen, wat zijn we aan het doen hier? We zijn aan het oefenen voor het penalty schieten. Jullie denken van nou, een beetje laatste krachttraining, heb ik voldoende power om die man even van cartoon te geven? Ja, we schieten kunnen we al, het is nodig kracht nog. Weet je wat we gaan doen? We pakken die bal hier, die kunnen jullie best allemaal zelf dragen. We gaan lekker penalty schieten en dan geven ze van cartoon, oké? Okay? Oké, okay, we gaan. Penalty schieten en dit keer tussen FC Berghuizen en Wilhelmina. En John, jij hebt de bezielende leiding weer in handen. Je hebt een mascotte bij je en die is van? Wilhelmina uit Den Bosch. Wilhelmina uit Den Bosch, dat betekent misschien 10 bonuspunten voor Den Bosch. Maar ze moeten het opnemen tegen de dames van Berghuizen. Hard getraind? Jawel. Gaan jullie winnen van de mannen? Jawel. Oké, daar hou ik je aan. Succes. Dat was Hanneke met... En dat doet ze heel beheerst. Dit straalt klasse uit. Dit straalt rust uit. Michael van der Donk, daar komt hij. En die zit er ook in. Fraai in het hoekje. Gaat goed met de dames van Berghuizen. We gaan door naar de volgende. Marie-José Oldenkalter. Daar gaan we. Alsjeblieft. Oh, ho, ho, ho. Ja, daar zal William van Engelen niet blij mee zijn. De tweede penalty. Daar komt hij aan. Ja, dank u wel. Nou, voorlopig 100% heb ik de indruk. Shelly Amweg, de international van Berghuizen, tegen Richard De Vaan van Wilhelmina. Eens even kijken. Wordt dit een verrassing? Daar gaat Shelly. Oh, een goede redding. In de baan van het schot, als een panter, werpt hij zich op de grond. Bal gestopt. En dat is maar goed ook, want anders was het toch heel triest geworden. Tweede. En opnieuw gestopt door Richard De Vaan. Berghuizen heeft het dus prima gedaan. En Wilhelmina is op het laatst goed teruggekomen. Terwijl we nu gaan wisselen. Koen van Overbeek tegen Cindy Wilke. En het doelpunt. Tweede strafschop voor Koen. Dank u wel. En die zit er ook in. Het zal nog moeilijk worden straks om de beste schutters te gaan uitkiezen. Voor de laatste uitzending, de 9e uitzending. Want dan dus de bal is rond Interland. Nederland tegen België. En de beste spelers worden geformeerd uit deze mannen die u nu ziet. En uiteraard ook de dames. Ook de tweede penalty voor Dave. Dus even zien.
Ja, gewoon door het midden. Heel simpel, heel geroutineerd. Dat is Roy Pelders. Roy Pelders gaat beginnen. En die zit erin. Laatste penalty voor Roy Pelders van Wilhelmina. En die zit er ook in. Volle bak. Dat ging hartstikke goed. Ja, ging lekker hè. Jullie hebben er 6 gescoord. Hoeveel heb jij er gescoord? 2. Dat is niet zo moeilijk. 3x2, 6. Hé, hey, en de bonuspunten? Heb je enig idee hoeveel punten jullie gehaald hebben? Ik weet het niet, nee. Ik weet het ook niet, maar dat doet het klassement allemaal voor ons. Wij gaan kijken hoeveel punten Wilhelmina heeft gescoord met het penalty schieten. 50 punten voegt Wilhelmina aan haar totaal toe en daarmee komen ze op 70. Er wordt dus maximaal gebruik gemaakt van de mascotte. Tweede plaats voor Wilhelmina dus. Berghuizen blijft vierde. We zijn vandaag te gast bij FC Berghuizen. En Berghuizen komt uit Oldenzaal. Een hele gezellige club waar ontzettend veel meisjes en dames lid van zijn. De club is opgericht in 1947 en vanaf 1983 zijn ze actief meisjes en dames gaan werven. Maar liefst 120 van de ruim 700 leden, dat zijn alle dames die hier achter me vandaan komen. En ze hebben een eigen clublied. Kijk maar eens hoe ik stond. Ja, daar komt het nou. Er is geen verschil tussen jongens en meisjes voetbal. Dus waarom zo'n meisje niet mogen voetballen en jongens wel? Ze trappen allebei tegen een bal aan dus. En het is een teamsport. Voetbal is voor meisjes net zo goed op niveau haalbaar als voor jongens. En als je beter kijkt, meisjes hebben veel meer techniek als de jongens. Het wordt veel meer gevoetbald. En niet van het robuuste soort bij de mannen. Zijn jullie de allerjongste van Berghuis, of niet? Jawel. Hoe oud ben jij? 6. En hoe lang zit je al op voetballen? Dat wist ik niet. En waarom vind je voetballen juist zo leuk? Nog gewoon. Vertel me eens waarom je het zo leuk vindt. Dat je mooi voetbal is. Dat het mooi voetbal is. En waarom vind jij voetballen zo leuk? Ja, dan kun je mooi trappen in de doelpunten en zo. Zo leuk. En nou zijn er heel veel meisjes hè, bij Berghuizen die voetballen. Hoor je wel eens van jongens dat die het gek vinden dat bijvoorbeeld jij voetballen zit? Nee hoor, ik nog niet. Hoor jij wel eens dat het gek is? Ja, vertel eens, wat hoor je dan? Dan zeggen ze van meisjes zijn niet goed. Maar dan zeg ik altijd, dan komen jullie nog wel achter. Prettige wedstrijd. Prettige wedstrijd. Prettige wedstrijd. Prettige wedstrijd.
En we gaan weer het spel shoot-out spelen. En dat doen we met UVV en De Volharding. De Volharding heeft al heel veel punten. En hoe gaat het met jullie eigenlijk? Ja, niet slecht. Niet slecht, maar ook nog niet zo heel goed. Maar je hebt wel verteld dat jullie heel hard hebben getraind, hè? Dit spel. Ja, heel hard. Waarom ook alweer? Ja, om te winnen. Om te winnen. Nou, ik wens jullie alle goeds toe. Er zijn geen mascottes ingezet. We zijn benieuwd. UVV tegen Volharding in het shoot-out spel. En daar gaan ze. Bob Verrendijk en Joy Peters tegen Jeroen Verhoef. Dat is de doelman van UVV. Bal! Wat en dan nu. Terug jongens. Overgeven aan Luc de Bruin en Sander Fransen. Terwijl Cyril van Doorn inmiddels in het doel heeft plaatsgenomen bij UVV. En dit is het doelpunt. Nee! Goeie redding van Cyril. En weer terug. Snel rennen. 1 minuut. Bijna een halve minuut hebben we erop zitten. Mark van Ree en Ruud Heinemans. Tegen Arjan de Bruin. Buitenspel. Dat is niet goed. En terug weer. Ga je melden bij andere spelers. Daar gaat de Volharding weer. Bob Verdijk, Joy Peters. Nu eindelijk het doelpunt. Ja, oh, mooi. Heel vrij gespeeld. 40 seconden. En snel terug. Snel terug naar Luc de Bruin en Sander Fransen. Daar gaan ze weer. Nog 15 seconden, jongens. Gaat het een doelpunt worden? Oh, hij maait over de bal heen. En snel, snel, snel terug. Je moet schieten. Je hebt nog 5 seconden, jongens. 5, 4. Oh, en goed verdedigd. Uitstekend gedaan door UVV. En soms zeggen de tweede doelpunt niet helpt. En dan gaan we dan tweede ronde. Mimoun en Hadji tegen en Hugo Hopstakers. Maar goed verdedigd daar. En het tegendoelpunt. Ja, bingo. De volgende. Kim Alaloui en Raymond de Weert tegen Paul Heijmans, de doelman. Een doelpunt, nee, uitstekend gestopt daar door Paul Heijmans. En het gaat als een machine door, daar verder Pascal Wissing. Nee, en Francisco Achterberg, weer van UVV, dat ligt er niet om. Ja, en nu, ja, kom maar. En de Volharding blijft volharden door goede prestaties neer te zetten hier bij de Ballers Rond. Dit zijn Mimoun en Hadji en Hugo Hopstakers. Maar opnieuw een goede redding daar van Tom van Meel. Nee, en snel terug. Meer dan een halve minuut. 40 seconden. 40 seconden. Kerim Alaloui en Raymond de Weert. Paul Heijmans is de doelman. Oh, wat jammer. Eerste sessie ging zo voortreffelijk. Nog 10 seconden. Attentie, nog 10 seconden. Pascal Wissink en Cesco Achterberg. Stefan Jacobs de doelman. Eindelijk, ja. Eindelijk een score. En de wedstrijd zit erop. Het was weer hartstikke spannend, deze shootout tussen UVV en Volharding. En volgens mij hebben jullie bij een ander onderdeel wel eens meer punten gescoord, of niet? Ja, het ging eigenlijk niet zo goed. Wat vind jij nou het moeilijkste van shootout? Nou, ik denk het verdedigen. Hoezo? Ja, dan moet er 1 tegen 2, dus dat is toch wel moeilijker. Dan moet er 1 tegen 2, maar je hebt toch keeper toch ook nog? Ja, maar die blijft toch meestal in de goal, dus. Die staat meestal in de goal en die blijft meestal in de goal staan. Zeg Toon, wat was de score eigenlijk? Nou, voor Volharding en de UVV... hebben allebei 1 doelpunt gemaakt, dus halen ieder 10 punten. En dat gaan we natuurlijk weer even kijken. Al die cijfers op een rijtje in het klassement. En Volharding blijft met die 10 punten extra natuurlijk op kop in het klassement. Maar wat onderin belangrijk is, UVV verlaat de laatste plaats. Weer verder met de voetbalquiz teams van Drachten en Volendam. Kijk even richting Toon. 2 mascottes ingezet, dus deze teams gaan echt voor de punten. Laten we meteen van start gaan. We gaan weer beginnen met de fotovraag. Attentie voor de monitor. Welke oranje speler is dit? A. Willem Kieft of B. Erwin Koeman? Ga je gang. Oh, dat is jammer zeg. Ze wist. Je wist het goed hè? Nou, hartstikke jammer. Je moet hem er wel even inschieten, want dan telt hij geen score. Maar ja, het is niet zo makkelijk deze keer. Hè? Je moet ook nog nadenken en trappen. We gaan door. Wie werd kampioen van Joegoslavië in het seizoen 90-91? Was dat A, Partizan Belgrado of B, Rode Ster Belgrado? Ga je gang. Ja, ze kan... Nou, prima Volendam. Volendam heeft de punten. We gaan wisselen. Goed. Kijk naar de monitor. Een keeper draagt hele grote handschoenen. Zo groot dat ze groter zijn dan de bal. Mag de scheidsrechter dat toelaten? Nou komt het. Is het A. De scheidsrechter moet ingrijpen. Of B. De scheidsrechter doet hier niets aan omdat er niets over vermeld staat in de spelregels. A of B. Ga je gang.
Dat zijn twee balletjes. Twee keer goed, geweldig. Nu komt onze beeldvraag. Voor deze overtreding, let even op, wordt een gele kaart gegeven. De Feyenoordspelers zijn het hier niet mee eens. Wie mag nu verhaal gaan halen bij de scheidsrechter? Is dat A, alleen de speler tegen wie de overtreding is begaan en de aanvoerder? Of B, alleen de aanvoerder mag verhaal gaan halen bij de scheidsrechter? A of B? En opnieuw, volle bak jongens, twee keer gescoord, prima. De volgende, mag ik stilte? Dan komt het. Een fotograaf maakt een flitsfoto, waardoor de verdediger en de keeper verblind worden. Hierdoor wordt de bal in het doel geschoten. Maar is dit een geldig doelpunt? A, nee. Het doelpunt wordt afgekeurd. Het spel wordt hervat met een scheidsrechtersbal. Of B, ja, dit is een geldig doelpunt. Ga je gang. Het antwoord was A. Nee, het doelpunt wordt afgekeurd. Het spel wordt hervat met een scheidsrechtersbal. Voordat we verder gaan met ons computerspel. Je hebt het gezien, hè? Je kan scoren als je maar goed je best doet. Eerst aandacht voor een ware attractie. Dat mag ik zeggen van Erik Borgman. Hij is voetbaljongleur en wat hij met de bal kan, daar zullen velen van dromen. Laten we eens gaan kijken. Jullie thuis hebben mazzel, want in de hele serie van de Ballers Rond gaan we steeds iets uitzenden van deze voetbaljongleur. Nu pakken we de voetbalquiz weer op met het volgende onderdeel. En dat is ons computerspel klaar. De teams van Volendam in het oranje en Drachten in het paars. Volendam gaat zo dadelijk 45 seconden spelen met het team met de witte shirts. En Drachten gaat dat doen met het team met de rode shirts. Op mijn fluitsignaal mogen jullie starten. En daar is Volendam op weg naar het vijandelijk doel. En dat ziet er zeer keurig uit. Deze man heeft het spel vaker gespeeld. Een doelpunt. Nou zeg. We hebben nog niet eens 15 seconden gespeeld. En Volendam gaat al aan de leiding met 1-0. Nou, dat belooft wat deze keer bij het computerspel. En dan nu die tegenaanval. Of gaan we het een beetje in de verdedigende tactiek zoeken? Ja, je weet het natuurlijk maar nooit. Waarvoor gekozen wordt is ook een klein beetje een kwestie van geluk. Want die doelman die haalt ook zulke gekke en vreemde capriolen uit. Bijvoorbeeld hier. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Gaan we aanvallen? Gaan we schieten? Nee, we gaan twijfelen. Ja, en dat schiet niet echt op. Nu een soort lop over het doel. En ik verwacht toch ook dat de tijd binnen een paar seconden, mannen, voor erbij is. 5, 4, 3, 2. Nou, Volendam dus de winnaar. 1-0, prima gedaan. En Drachten krijgt van ons als verliezer het computerspel. Kan je thuis, Toon, geef het maar even aan hem, alsjeblieft. Kan je thuis nog even oefenen. Maar wat zijn nu weer de gevolgen? Kom even terug, onze chief, voor het klassement. Volendam is, dacht ik, winnaar geworden. Nou, die heeft 20 punten gehaald. Daardoor brengt ook de mascotte nog een voordeel op. Ja, en Drachten komt uit met 10 punten. Het is jammer, maar helaas voor Drachten. We gaan even kijken in het algemeen klassement. Volendam profiteert dus wel van de mascotte en komt met stip op de tweede plaats. En Drachten profiteert niet van de mascotte, verlaten wel de achtste positie. Zij staan nu zesde. Meteen door met een belangrijke wedstrijd in het 4 tegen 4 voetbal. Nummer 3 Wilhelmina in het rood-wit tegen Volendam. En Volendam, dat is natuurlijk de ploeg en het dorp dat bekend staat om het voetbal. En dat graag in deze versie van de Ballers Rond wil bevestigd zien. Maar het is voorlopig Wilhelmina dat scoort. En een heel mooi doelpunt zelf. Joey van Gurp, heel fraai vanuit een zeer moeilijke hoek. Vanaf de rechterkant, omringd door twee verdedigers, scoort hij 1-0 voor Wilhelmina. En dan moet Volendam natuurlijk iets terug gaan doen. Maar de bal wordt voorlopig hoog houden. Ja, de coach kan wel roepen bal laag. Maar dan wordt daar gescoord. Een heel mooi doelpunt, maar toch wel pijnlijk voor Pascal Rijkers, de verdediger van Wilhelmina, want hij kopt de bal in eigen doel. En dat betekent 1 tegen 1 in die wedstrijd waarin Volendam meteen door wil drukken. U zag Nulinho Green proberen te schieten daar van achteruit, maar dat gaat voorlopig nog niet door dat feest. Er wordt in ieder geval wel gestreden om de bal in deze zeer aantrekkelijke wedstrijd tussen Wilhelmina en Volendam. Achterbal van Volendam en dan kan hij rustig opgevangen worden in de defensie van Wilhelmina. Zo lijkt het in ieder geval. Bobby Dielissen
verspeelt die bal dan echter. En kan nog voorlopig eventjes door zijn medeverdedigers uit de brand gered worden. Maar hier wordt heel slecht uitverdedigd. En dan zegt hij Mourinho Green, een hele goede voetballer van Volendam. Dankjewel. En hij scoort 2-1. Kijk eens, niet te missen die kans natuurlijk. Dat daar heel slordig uitverdedigd is. 2-1 is de voorsprong van Volendam. En wat doet Volendam dan? Wel, Volendam probeert door te zetten. Nu bijvoorbeeld hier via Simon Tol. Simon Tol die geeft dan een voorzet naar rechts. Die kan net binnengehouden worden door Nulinho Green. Nulinho Green moet die bal voorzetten. Komt hij terug bij Simon Tol. En die doet net alsof er helemaal niemand in op doel staat bij Wilhelmina. Kijkt u maar, heel goed daar uitgespeeld. En dan is het 3-1 voor Volendam. En er valt op dat moment helemaal niets op af te dingen. En dan is de vraag natuurlijk, wat gaat Wilhelmina terug doen? Hier komt een hele verre bal van Bobby Dielissen. En die gaat in het doel, die zeilt in het doel, kunnen we misschien beter zeggen. Bobby Dielissen, hij brengt de spanning in ieder geval terug in de wedstrijd. 3-2, draagt slechts de minimale voorsprong op dit moment voor Volendam. En zulke soort doelpunten maken het 4-4 voetbal juist aantrekkelijk. Maar wat gevaarlijk is in het 4-4 voetbal is uitverdedigen. Zeker zoals het hier gebeurt, want het is Simon Tol die profiteert van de blunder achterin. Kijk maar, niemand achter die laatste verdediger. En dan zegt Simon Tol, dankjewel. 4-2 is de voorsprong voor Volendam. En we zijn dan bijna aan de rust toegevorderd. Maar dan is het Volendam dat denkt te kunnen aanvallen. Wilhelmina neemt de bal over en gaat een aanval opbouwen aan de linkerkant. En is Simon Tol te laat om die bal tegen te kunnen houden. En dan zegt Bobby Dielissen, ik score. En dat betekent 3-4 de ruststand in het voordeel dat nog wel van Volendam. Waar praten ze over in de rust? Niemand weet het, maar misschien praten ze wel over de selectie van het Nederlands team. Want ja, naarmate de uitzendingen vorderen van 4-4 en de bal is rond, dan gaat ook dat meespelen. Aan het eind van de 8e aflevering wordt er een Nederlands team gekozen dat uit gaat komen tegen België. En daar willen natuurlijk al die spelertjes, al die acteurs in dat 4-4 voetbal graag voor uitkomen. Voor dat oranje. En Joey van Geurt is misschien een van die mensen die kandidaat is voor het Nederlands team. Want die scoort hier heel fraai 4-4. Hij neemt die bal rustig aan, draait dan om zijn tegenstander Gerry Koning heen en schiet vanaf vrijwel de middenlijn 4-4 binnen. En dat is ook de naam van dit onderdeel. Maar dat betekent ook dat het weer spannend aan het worden is in die wedstrijd. Volendam wil natuurlijk graag doorstoten naar die eerste positie, maar moet dan gaan scoren. En dat zal hier misschien gebeuren. Dan komt die bal heel goed. De voorzet van Jack Tol na broertje Simon Tol. En die haalt heel laconiek uit met dat linkerbeen. Alsof hij dat al jaren doet. Buitenkant links, heel fraai in de hoek. En dan is ook die speler van Wilhelmina op de doellijn kansloos. En staat Volendam voor met 5-4. Wat gaat Volendam dan doen? De spelers die twijfelen even. Gaan ze doorzetten en proberen die voorsprong uit te breiden? Of proberen ze die marge van één doelpunt vast te houden? Ze krijgen hier in ieder geval een balbezit. En dan gaat die bal weer de lucht in. En kan daar uitverdedigd worden. Omdat met name dan die Nolino Green eventjes het blok zet. Komt die bal van heel ver. En wederom Simon Tol scoort daar dan 6-4. En dan betekent het gewoon dat Wilhelmina alles of niets moet gaan spelen. Willen ze nog in aanmerking komen voor de 25 punten waarmee een overwinning op dit onderdeel beloond wordt. En dan denkt Nulinho Green nog eventjes een doelpuntje te maken. Haalt daar fataal uit voor Wilhelmina in ieder geval. Want vanaf zo ongeveer de middenlijn scoort hij 4-7. En dan is er geen twijfel meer mogelijk. Volendam is de winnaar. Het was weer een hele spannende aflevering van de 4-4 wedstrijd. En we gaan straks zien wat dat betekent voor het klassement. Eerst even herhalen de huiskamervraag. Even terug in de tijd, je weet het wel, die scheidsrechter met de rode kaart, die hond en die lekke bal. Nou, verzin daar nou eens wat leuks en origineel bij en stuur een kaartje naar de KNVB. Bal is rond, postbus 515 3700 AM in Zeist. Het is voor onze Toon een heel druk weekend, want zijn maten, collega's of wat al niet meer komen hem ophalen. Hij moet naar Utrecht, want hij moet aan het werk, hè? Doe hem de pet af. Pet af, andere pet op. Oké, tot ziens. Dat was het. En het blijft spannend bij de bal is rond op de 8e positie UVV uit Utrecht. Maar verdreven van de koppositie is Volharding. Nieuwe koploper is Volendam, maar de voorsprong bedraagt slechts 3 punten. En daar staan ze, Volendam. Dit was de tweede uitzending van de bal is rond. Volgende week vrijdag zijn we er weer. En kijken, graag tot volgende week. Hey jongens.